vind het zo fijn dat jullie gekomen zijn. Dat is zo bemoedigend. Hoe ziet de hemel eruit? Ik werd 2 jaar geleden ongeveer geïnterviewd door Groot Nieuws Radio. En toen bleek achteraf dat ik het 1.5 uur over de hemel heb gehad. Ik pakte mijn concordantie en zag dat er in het Oude Testament wel 400 keer het woord hemel staat. En in het Nieuwe Testament wel zo'n 300 keer, dat is 700 keer. Dan moet er toch iets over te zeggen zijn. En in de eerste tekst van de Bijbel heb je dat natuurlijk al. Hè? In het begin schiep God de hemel. Die is veel belangrijker dan de aarde. De aarde is voortgekomen uit de hemel als een van de producten van de hemel. Wat gaat er leven? In de hele Bijbel zie je dat God vaak, ik kan die voorbeelden nu niet noemen, vaak iemand tegemoet komt als die behoorlijk in de duisternis zit. Op 1 uitzondering na. Is er eentje in de Bijbel die toen hij in de diepste duisternis zat, de hemel voor hem juist dicht ging. En Jezus ging naar het kruis en toen kwam er 3 uur dikke duisternis en vanaf het kruis riep hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is uw heiland. En toen hij de laatste woorden uitsprak, het is volbracht, staat er in de Bijbel, toen scheurde de voorhang in de tempel open van boven naar beneden. Toen hij met een totaal gesloten hemel verder moest, ging voor u de hemel open. Zullen we elkaar in de hemel herkennen? Kunt u zich de hemel voorstellen waarin niemand u kent en u kent niemand anders? Nee. Dat vind ik eigenlijk vrij simpel, daar heb je het antwoord. Natuurlijk zullen we elkaar herkennen in de hemel. Ik raad ook u aan om een boek te kopen. Of u het wel of niet koopt, dat kan ik oprecht zeggen, interesseert me voor mij echt niks. Maar het is even om aan te geven dat al die dingen toch wel een beetje aan de orde komen. Want ik heb 1 hoofdstuk en dat heeft als titel Wat gebeurt er met mij als ik overlijd? Je zult in de hemel zijn wat God op de aarde van je heeft kunnen maken. Daar heb ik bijvoorbeeld ook een hoofdstuk van schatten verzamelen in de hemel. Je kunt in de hemel schatrijk zijn. En ik heb een hoofdstuk over de grootste in de hemel. Jezus spreekt over, je kunt klein zijn in het Koninkrijk der Hemel, je kunt groot zijn in het Koninkrijk der Hemel. Of ik wat ik hier doe, graag zingen voor de Heer, of ik dat boven ook mag doen. In de hemel. Ik had een interview met Ruud Gullit, de voetballer. En die vroeg, zullen we daar ook voetballen? En dan moet ik ineens antwoord op, ik heb maar ja gezegd. Maar ja, dat er veel gezongen wordt in Nederland is wel duidelijk. Hij is de Heer. We zullen een geweldige behoefte hebben om hem daar de eer te geven.